Wij hebben heel veel boeken en dat blijft maar doorgaan. Vorige week is deze bestseller verschenen. Het tussenrapportage van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Hierin worden meer dan 50 getuigenverslagen gepresenteerd met een tussenconclusies en aanbevelingen van de commissie zelf ten aanzien van het regeringsbeleid van COVID-19. En die getuigenverslagen, dat is een prachtige dwarsdoorsnee van de bevolking. Scholieren, moeders, psychologen, doktoren, artsen, wetenschappers. Iedereen die ook maar enigszins een getuigenis kan geven hoe het regeringsbeleid uit heeft gepakt op de beroepsgroep of bevolkingsgroep waar zij in zitten of mee te maken hebben. Ja, die heeft zich voor de commissie uitgelaten, goed voorbereid. En de commissie heeft dat getuigenverslag gepubliceerd op haar website. En in geredigeerde vorm is dat verschenen als tussenrapportage in dit boek. En het is een tussenrapportage en dat betekent dat er later dit jaar ook nog een eindrapport gaat verschijnen. En ja, dat is heel veelbelovend. De gretigheid waarmee dit tussenrapport door u wordt afgenomen is verbazingwekkend. Wij staan ervan te kijken, dit is echt een bestseller aan het worden. En smaakt naar meer, dus wij gaan volle bak door naar het eindrapport. En veel succes aan de commissie om nog veel meer beroepsgroepen, bevolkingsgroepen aan tafel te krijgen en te laten getuigen over het regeringsbeleid rond de lockdown, corona, vaccinaties en alles rond COVID-19. Nou, het is de day after op het Binnenhof. We zien al een ANP-fotograaf staan. 18 maart, donderdag. Welke leugenaar staat daar nou weer? Misschien is het wel Kees van der Staaij. Meneer Rutte, gefeliciteerd met de overwinning. Dank u wel. Hij blijft bestaan, hè? Ja, ik het is, maar het kan een internationaal schandaal worden, meneer Rutte. Ja, maar ik heb zo vaak voor u gehad. Nee, maar het is het VN-tribunaal. Dat is de buren van het gevangenisziekenhuis. Ik ben moe, ik ga het er even niet over hebben. Nee, ja, maar ja, wanneer dan wel? Er zijn doden en gewonden gevallen. Nou, met de neus in de boter. 35 zetels. Pinocchio. We gaan gewoon meelopen met de circus. Pinocchio heeft 35 zetels gehaald. Maar 4 jaar geleden had hij 1,7 miljoen voorkeursstemmen. Hoe kan dat? Kom, we gaan even gewoon even kijken. Kijk. Het lijkt wel een broer van de Linde. Lennart van de Linde. Kijk, er wordt opgewacht. Dan zie je ook een ANP-fotograaf. Hoe heet je ook weer? Laurens van Putten. Die fotografeert mij het graag als de politie naar mij toe komt. Maar Rutte wil niet ingaan op de doofpot. Want hij wil het nooit oplossen natuurlijk. Hij is ook op de hoogte van mijn uitspraak. 35 zetels, hoe kan dat? Hoe kan deze leugenaar 35 zetels hebben gekregen? Hè? Dat is mijn vraag. Kijk, en als het je werk is om een constant Rutte, een liegende Rutte te moeten fotograferen, dan zou je toch bijna depressief van worden, toch? Ga je voor de waarheid of betaalt John de Mol je? Want eigenlijk is het ook een soort, het systeem van John de Mol, dat gaat op biometrie. Die fotograaf, ze werken met gezichtsherkenning. Dus ja, dat is best wel apart. Dat weten de mensen niet eens. Wel plaats, hè, Laurens? Wel plaats. Niet onder wappie, maar klokkenluider. Nee, ja, kijk. Tijdens Rutte 2 begon de doofpot in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Rutte 4 gaat er aankomen. Maar
dat grote schandaal zal nooit uitgewist worden. Dus ja, wanneer die er wel op ingaat, dat weten we niet. Nog even, film maar even gewoon wat we zien. Daar staat één vandaag, die staat zijn aankomst te filmen. Nou, security is er ook bij, maar die behandelen ons altijd goed. Ja. En dit is het ministerie van Algemene Zaken, niet zo echt bekend. Maar ja, dat is het departement van Rutte. En daar werken enkele mensen die betrokken zijn bij de Tevendeal Doofpot. Kijk, de lachende, 4 jaar geleden 1,7 miljoen voorkeurstemmen. Niemand stelt vragen van hoe kan het dat na 10 jaar ellende van Mark Rutte... Kijk, de lachende man. Ja, nog een keer. Ha, 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 ha. Toeslagenaffaire, maakt niet uit. Gigantisch corruptieschandaal. Het misbruiksschandaal bij de KNGU, de Gymnastiekbond. Wat is hij blij. Moet je voorstellen, om 21:00:52 werd Rutte door Bart Maat gefotografeerd, door het ANP. Was hij aan het juichen met Sophie Hermans, Caroline Hermans, Annemarie Jorritsma en Dijkhoff. En ja, gefeliciteerd, mensen die vinden, ja, het is een soort idool. Maar hoe kan het dat zo'n bedrieger 35 zetels krijgt? Hoe kan het? En hij was om 52 seconden na 9:00 was hij aan het juichen. En daar was het. Wij zaten daar op het Binnenhof. Het stembureau van de Eerste Kamer was nog open. Maar Rutte wist al dat hij ging winnen. Want ja, Kantar werkt in zijn voordeel. Kantar is een Amerikaanse investeerder. Eigendom van Bain Equity Investment. Ga maar eens zoeken. Er is sprake van Amerikaanse invloeden op de Nederlandse verkiezingen. Sturing vanuit Amerika. Kantar is Amerikaans. Maar Mark Rutte, gefeliciteerd hè. Maar ik weet niet hoe lang je er nog blijft zitten. Niet vergeten.